In deze les Begrijpend Lezen gaan we verder met verbanden zoeken tussen de alinea's. Leg alvast jullie taalboek klaar op pagina 66, jullie werkboek blok 6 op pagina 62 en een blaadje. Dit mag gerust een klein blaadje zijn, een klein blaadje kladpapier of zo. Zet de video even op pauze. Lees nu eerst de tekst over gezondheid en daarna kijken we verder naar de opdracht. Ook hier weer even pauzeren. De tweede alinea begint met de woorden aan de kant. Wat drukken die woorden uit? Schrijf de letter op je kladblaadje en we bespreken het direct. Deze woorden aan de andere kant vind je hier. Dus hier gaat het over dat aan de ene kant mensen steeds langer leven. En ze leggen ook uit hoe dat komt. Maar aan de andere kant, hier in de tweede alinea, zien we dat er ook steeds meer zieke mensen zijn. Ja? Wat drukt dat nu uit aan de andere kant? Is dat een verklaring of een tegenstelling of een gevolg? Een verklaring wil zeggen, ze leggen het uit hoe het komt, of het is een tegengestelde met hetgeen wat je ervoor zag, of het is een gevolg. Dat voor gevolg hebben we de vorige keer geleerd. Dat wil zeggen, er gebeurt iets moeilijk of iets vervelend en daaruit volgt er iets. Hier is het een tegenstelling. Dus eigenlijk leven mensen langer, maar dan aan de andere kant. Dus dat is een tegenstelling, zijn er steeds meer zieke mensen. Oké, de volgende tekst gaat daar over verkoudheid. Lees hem even, pauzeer de video en dan kijken we naar de opdracht. Hoe verloopt een gewone verkoudheid? Schrijf de letters op je blaadje in de juiste volgorde. Pauzeer opnieuw. In de eerste alinea gaat het over dat je besmet wordt, dus als lettertje C. In de tweede alinea gaat het over nadat je besmet bent, ga je na een paar dagen beginnen snotteren en krijg je een verstopte neus, dus als letter A. Daarna gaan die klachten zich ook verspreiden naar je keel, je krijgt keelpijn, je moet vaak hoesten, dus dat is hier letter D. En dan als de klachten na 1 à 2 weken, meestal ja, gaan die vanzelf over. Maar als dat niet overgaat, ga je best eventjes langs bij de dokter. Dus B, de verkoudheid verdwijnt. Hier hebben we eigenlijk, als je kijkt naar het verband tussen de alinea's, eigenlijk een opsomming, een chronologische volgorde van hoe een verkoudheid verloopt. Dus een chronologische volgorde. Eerst gebeurt er dat, dan daarna dat, dan vervolgens dat en tenslotte de vierde regel. Lees deze tekst over medicijnen en dan kijken we samen om het schemaatje aan te vullen. We hebben al een voorbeeld, pillen, en jullie vullen dan op jullie kladblaadje aan welke medicijnen we nog hebben. En dat vind je hier in deze tekst. Pauzeer de video, lees de tekst en vul je schema aan op je blaadje. In de tekst kon je lezen dat dus de medicijnen de pillen zijn. Dat stond hier in de eerste alinea. Pilletjes om te slikken of om op te lossen in water. Daarnaast zijn er ook allerlei drankjes en siropen. Dus we vullen in drankjes en siropen. Een hoestsiroop bijvoorbeeld. Het kan een vieze smaak zijn, maar ook een lekkere smaak soms. Soms maken ze daar een smaakje bij, sinaasappelsmaak of aardbeissmaak. Dan heb je ook nog zalven, om ergens op te smeren of in te smeren. Denk maar aan een zalf tegen oogontsteking of tegen een blauwe plek. En vervolgens zijn er ook nog druppels, om in je ogen of oren te doen. Of soms moet je die druppeltjes ook in een drankje druppelen en daarna opdrinken. Hier zien we eigenlijk een opsomming van medicijnen. Dus het verband tussen deze alinea's is de opsomming. Ze sommen dingetjes op.
Dus de schrijver van een tekst kiest nauwkeurig en zorgvuldig de volgorde van de alinea's. Dat heet de opbouw. Dat wisten we al vanuit de vorige les. Waarom zit er daar een bepaalde opbouw in? Omdat de lezer dan de tekst beter zal begrijpen. Er is een verband tussen de alinea's. Ze hebben altijd iets met elkaar te maken. Sommige verbanden kom je vaak tegen in teksten. De eerste is een tegenstelling. Ik denk maar aan de eerste tekst dat we lazen over gezondheid. Dat er steeds meer mensen langer leven. Maar aan de andere kant dat er ook steeds meer zieke mensen zijn. Ook de chronologische volgorde. Bijvoorbeeld, eerst heten ze iedereen welkom in de buurt en daarna overlopen ze de agendapunten van de vergadering. Dus je ziet wat ze eerst doen en dan daarna. De woordjes eerst en daarna kunnen jou helpen om dat te herkennen. Een opsomming. Bijvoorbeeld, de buurt vindt het belangrijk om meer groen in de straat te hebben. Daarvoor hebben ze al goede ideeën verzameld. Daarnaast is de slechte staat van de rijweg ook een belangrijk agendapunt. Ook het zebrapad is aan een opknapbeurt toe. Dus hier sommen ze op wat de buurt belangrijk vindt. Ja, hier meer groen hebben. Dus daarvoor hebben ze al goede ideetjes verzameld. En daarnaast ook een slechte rijweg. En ook, dat is ook zo'n woordje dat je kan herkennen, een verbindingswoord. Zebrapaden die aan een opknapbeurt toe zijn. Nu in jullie werkboek hebben jullie opnieuw een tekst. Eerst over het kinderziekenhuis. Lees hem maar. En dan gaan we samen kijken naar de opdrachtjes. Pauzeer weer. In de tekst zit een tegenstelling. Kleur de tegenstelling. Tegenstelling wil zeggen, het is het omgekeerde. Dus in de eerste alinea gaat het hier over kinderen met allerlei ziektes, die levensbedreigend zijn, waar je kunt aan doodgaan. Ook ernstige zieke baby's en baby's met, die wel 8 tot 9 weken te vroeg geboren zijn. Denk maar aan de prematuurtjes. En er zijn ook andere kinderen die chronisch ziek zijn. Die hebben een ziekte die heel hun leven, waar ze heel hun leven mee sukkelen eigenlijk. Maar een kind uit de buurt dat een been gebroken heeft of een kleine operatie nodig heeft, kan ook behandeld worden in het ziekenhuis. Dus waar zit de tegenstelling met de eerste alinea? Dat is natuurlijk hier in deze tweede alinea. Dus hier gaat het over levensbedreigende ziektes. En chronische ziektes. En daar gaat het ook over gewoon als je een breuk hebt of je hebt een open wonde, dan kan je ook naar het kinderziekenhuis. Het volgende deeltje. En welk woord kan je zien dat het ook om een tegengestelde gaat? Onderstreep dat woord. Zo'n woordje staat meestal in het begin van een zin. En hier is dat het woordje... Maar. Heel goed. En dan staat er in de tekst bij het sterretje, andere patiëntjes zijn chronisch ziek. Hier staat dat. Lees nog eens goed de zin erna, dan weet je wat chronisch ziek betekent. En hieronder zie je nu bij de opdracht 4 kinderen. En welk kind is hier chronisch ziek? Lees het even. Zet een kruisje en dan kijken we verder met de video. Het kind met een hartafwijking is chronisch ziek. Een knie, hier een kind dat aan zijn knie moet geopereerd worden, die knie zal waarschijnlijk wel beteren. Ja, die blijft daar niet zijn hele leven mee sukkelen. Griep gaat ook over. En een gebroken arm kan ook hersteld worden. Maar een hartafwijking, dat is eigenlijk wel een chronisch ziek kind. Omdat dat eigenlijk een ziekte is die ze hun hele leven houden. Lees nu de volgende tekst en dan kijken we weer voor het verband tussen de alinea's. Pauzeer de video maar.
Wat is het verband tussen de alinea's? Gaat het hier over een tegenstelling? Sommen ze iets op? Of krijg je een chronologische volgorde? Een volgorde in de tijd. Eerst dit, dan dat, dan daarna dat, vervolgens dat en tenslotte. Wat denk jij dat het hier is? Het is een opsomming. Ja, hier in de eerste zin kunnen we het al zien. In een ziekenhuis bestaat uit verschillende afdelingen. In sommige afdelingen gaat het er erg hectisch aan toe. Zien we hier op de spoedafdeling, dan gaat het daar verder. Dan is er ook een operatiekwartier. En hier zie je ook dat er een afdeling is voor intensieve zorgen. Waarom denk je dat? Dat mag jij zelf opschrijven, dat is voor jou persoonlijk. En wat kon jij herkennen dat het een opsomming was? En aan welke woorden kan je dit zien in de tekst? Duid er drie aan. Dat zijn zo van die verbindingswoordjes, die meestal aan het begin of in het begin van een zin staan. Zoek ze maar, pauzeer maar even. Dus het woordje verschillende, daarnaast en ook. Dan vullen we het schema verder aan. Het is een beetje zoals de medicijnen, maar hier gaat het over hectische ziekenhuisafdelingen. In de spoedgevallendienst kan het er hectisch aan toe gaan, maar we maken ook nog kennis met twee andere afdelingen in het ziekenhuis. Ga maar op zoek en noteer ze. Pauzeer even en dan daarna kijken we samen of jouw antwoorden goed zijn. Dus naast de spoedgevallendienst hebben we ook het operatiekwartier. Dat kon je hier vinden in de derde alinea. En ook de afdeling intensieve zorgen. Goed gedaan. De volgende tekst gaan jullie ook lezen. En let tijdens het lezen maar op het verband. Denk na, is het een opsomming, een tegenstelling of een chronologische volgorde? Zet de video maar even op pauze. Nu kijken we eventjes naar de opdrachten. Wat is het verband tussen de alinea's? Heel goed, jullie hebben dat al gezien, dat het gaat over een chronologische volgorde. Het gaat eigenlijk over ten eerste het ontstaan van de ziekenhuizen, dan hoe zijn ze veranderd in de middeleeuwen, dan in de tweede helft van de middeleeuwen was het weer een beetje anders, en dan vanaf 1800 kwamen de ziekenhuizen zoals we ze eigenlijk nu kennen. Dus jullie mogen ook opschrijven waarom dat je dat dacht, dat het gaat over een chronologische volgorde. Pauzeer opnieuw. En nu kijken we even aan welke woorden in de tekst dat je dat kon zien, dat het over een chronologische volgorde gaat. Duid er twee aan. Het woordje later en vervolgens. En er staat ook ergens een oorzaak-gevolg in de tekst. Dat is iets van vorige week. Oorzaak en gevolg. Er gebeurt iets moeilijk, iets verschrikkelijk. Of iets waarmee ze problemen krijgen. En er volgt daar iets uit. Hier in deze zin staat dat. Naast de liefde, dat is niet echt een groot probleem of een vreselijk iets. Nee, dat is net goed. Naast de liefde was heel belangrijk voor het christendom en daarom bouwden ze de eerste bisschoppen, de gasthuizen, de eerste ziekenhuizen. En dan kijken we even terug naar deze les. Lees deze zinnetjes goed en kijk wat er bij jou past. En eigenlijk deze zaken kan je ook invullen op jouw zelfevaluatie. Tot de volgende keer.